beginnen met de eerste gasten. We hebben een fantastisch onderwerp vandaag. En we beginnen, dat vroegen mensen al aan mij. We beginnen met de huren. Vandaag. Met praten over superhoge huren. Die gevraagd worden voor piepkleine flats. Ik roep zo twee mensen naar voren allereerst. De eerste is iemand die hoopte op een betaalbare huurflat in zijn wijk. Hij kwam een beetje van een koude kermis thuis. Ik zal hem vast noemen. Dames en heren, een applaus voor Rifki Holla. En de tweede die ik naar voren roep, dat is iemand die teleurgesteld is in de opstelling van de verhuurder Stuworld. Stuworld, zeg ik goed, hè? Ja. En zij verwacht eigenlijk wel een tegenactie van wethouder Bert Veldhuis van Wonen. Dames en heren, uw applaus voor Partij van de Arbeid raadslid Giselle Schelkens. Ik had inderdaad zelf zo vergeten dat het jaar was, maar ik ben al heel lang op dezelfde dag jaren. Dus sommigen konden iets weten, misschien. Ja, even schakelen. Rifki Holla, Wilfertier. Nou, die helaas, ik zie een paar mensen uit Wilfertier zitten. Het is niet zo druk. Sinds de laatste paar keer was het razend druk hier. Maar ja, het is een mooi weer. Roept iemand, dus vandaag zo gebeurd. En wielrennen vanavond ook, maar door de binnenstad moet je zeker bij zijn. Van berg op berg af, door de binnenstad van Nijmegen. Vanaf 19 uur. Rifki, Wilfertier, daar woon je. Hoe prettig is dat geworden dan? Wilfertier is gewoon echt super prettig wonen. Je ziet dat er zijn mensen uit de lijf gekomen. Iets dichterbij. Nee, de microfoon. Ik hoor dat zo. Wilfertier is echt super prettig wonen. Het is een klein beetje een dorpje. We zeggen ons. Mensen komen bij elkaar op de vloer. Ik noem maar mijn buurman zit hier. Ik kan er zo naar binnen lopen als ik wil. Ik heb goed contact met de wijngraad. Ik ken eigenlijk iedereen uit de buurt, maar iedereen kent mij ook. Het is een buurt waar ik ben opgegroeid, geboren. Het is gewoon een super gezellige buurt. Ja, en 2 jaar terug zei je, je bent nog steeds jong, toen was je nog iets jonger. Toen zei je van god, wij willen eigenlijk ook met een groepje jongeren uit die wijk. We willen in die wijk eigenlijk blijven. Klopt. Bij ons was een oude Hermenstrein. Daar zouden ze een flats gaan bouwen, Stuurwold in dit geval. Maar veel jongeren bij mij uit de buurt, die kwamen toen op de vraag van, wij willen graag in het Willemsenwijk wonen. Toen kwam ik in contact met Giselle Schelkens door de wijkraad. Samen zijn wij een actie begonnen om eigenlijk in het Willemsenwijk te blijven wonen. Het zijn echt een stuk of 30, 40, 50, misschien wel meer, veel meer jongeren die eigenlijk ons in de wijk willen blijven wonen. Die jongeren die willen echt... En bij een coöperatie worden geloof je niet zomaar binnen? Nee, tuurlijk. Nee, absoluut niet. En dit was eigenlijk wel zo'n ideale gelegenheid. Een particuliere verhuurder waar je kunt inschrijven. En iedereen maakt eigenlijk evenveel kans om in zo'n woning te kunnen wonen. En je dacht van god, moet wel betaalbaar zijn. Uiteraard. En daar heb je over gesproken. Je bent met de wijkraad geweest, je bent in het stadhuis geweest. Klopt. We zijn 2 jaar geleden ook met de heer Veldhuis, de wethouder van Nijmegen, in gesprek gegaan. Daarmee was ook Omroep Gelderland aanwezig, Nijmegen 1. En de Gelderlander die waren wat voor geweest. En de Gelderlander natuurlijk was die waren iets eerder geweest. Die waren natuurlijk ook natuurlijk geweest. Toen zijn wij eigenlijk samen met de wethouder in gesprek gaan voor goedkope, betaalbare huurwoningen. In principe in de prijsklasse tussen de 400 en 550, 600 euro. Ja. En dan denk je, dat zit wel goed, want je krijgt steun van de raad, je krijgt steun van de politiek. En dan beginnen ze met de bouw, je gaat een paar keer kijken. Nou ja, klopt. Ik woon precies om de hoek daar. Dus ik rijd eigenlijk iedere dag langs om naar mijn werk toe te gaan. Dus ik dacht iedere dag uit de auto aan, oh, straks moet ik daar te wonen, oh, mijn appartementje. Totdat een paar weken geleden een heel leuk mailtje kreeg van Stuart. Of een paar weken, 2 maanden geleden alweer. Een heel leuk mailtje kreeg van Stuart. Met daarin de betreffende informatie over de huurwoningen en de appartementen en studio's. En dan staat er voor het studio, ik moet altijd nadenken, want soms reken ik zelfs nog terug naar guldens. Ik ben een oude man, dat hoort u. Dan staat er voor een studio van 28 vierkante meter 710 euro, dan denk ik een keer 2,5, dat is 2100 gulden. Nee? Hou naar de euro. Iets minder.
Maar 710 euro, daar komen nog servicekosten bij. Ja, klopt. Dat wordt geschat op 49 euro, zit je toch aan 759 euro. Klopt. En dan denk je, hebben ze. Nou ja, in principe, wat je zegt, gesproken, huur was 710 euro voor een apart, voor een studio voor 28 vierkante meter. Nou, 28 vierkante meter is eigenlijk helemaal niks. Vervolgens komt de servicekosten van 49 euro bij. Daarnaast heb je nog geen aansluiting voor je eigen wasmachine of droger, dus moet je ook nog eens bij huren. Je zou ook nog een parkeergarage erbij kunnen huren, anders moet je de auto buiten neerzetten, buiten het terrein. Nou, alles bij elkaar opgeteld, denk je dat je er al bent? Maar nee hoor. Er komt ook nog gas, water, licht bij, gemeentelijke belastingen en noem maar op. En zo komen de vaste lasten van gewoon een studio van 28 vierkante meter ruim aan het, En dan krijg je nog een foldertje, dat schreef ik vanochtend nog hier, er staat zo'n foldertje van, god, maar als je nou te weinig geld hebt, kun je heerlijke huursubsidie aanvragen. Ja, nou, dat is ook een heel leuk zinnetje wat ze hebben vermeld in de brief die we hebben gehad. Als je onder de 710 euro zit, kun je huursubsidie krijgen. Maar dan zit je natuurlijk boven de aftrekkingsgrens van 22.200 euro. Niet iedereen bij mij uit de wijk verdient dat. Als je onder die 710 euro zit, krijg je huursubsidie. Maar er komen nog saleskosten van 49 euro. Dus zit je op 760 euro in principe afgerond. En als je dan naar de huurtoeslagrekening gaat kijken, dan ben je dus kansloos. Ja, zeker. En even neer te geven, ze zetten de huurprijs op 710 euro. Ja. Maar 710 euro en 68 cent. Dat is de grens voor de huursubsidie. Dus even een jaar 0,03% huurverhoging, ja, die zit er overheen. Ja, wat in principe ook bij stuurwaarts is een vast een jaarcontract. Dus eigenlijk. Ja, een jaarcontract. Ja, in principe moet je bij stuurwaarts zit je een jaar in het appartement of studio wat je wil huren. Dus ben je in principe 12 keer 710 euro plus 49 euro servicekosten kwijt. Ja, voor veel jongens is dat gewoon niet op te brengen. Nou, de was kun je naar je moeder brengen, dus die wasserij heb je niet nodig. Ja, dat klopt. Of naar je vader, sorry. God. Voordeel. Nee, dat klopt. Ja. Maar ja, dat is op zich gewoon niet te betalen. Dus kansloos. Als je die brief ontvangt, hoe reageren die jongen dan naar Pilmskwartier? Je hebt je eigen reactie, je bent teleurgesteld. Ja, maar je had dat groepje waar je mee bezig was. Nou. Het was vrijdagmiddag geloof ik en mijn telefoon die sloeg op hol. Ik kreeg bijna een zwart beeldscherm van alle appjes en mailtjes en Facebook messengers berichten wat ik kreeg van vrienden van oh, Rivke, heb je dat gezien? Van die huur, ja, dat is helemaal niks. Dus ik zei met deze van, ik ga er ook niet door, snap je? Dat is mij ook een beetje te duur. Ja, ja. Giselle, jij staat er. Dit is het pijnlijk voorbeeld van God hoe een kans geen kans wordt. Nou ben jij politicus en je was toen bij de jongeren erbij. Je hebt je in het begin bij betrokken geraakt. Ik heb er ook gehoord, er zou een goedkope huur worden gekomen. Ja, dat hebben we allemaal gehoord. Dat heeft Rivki gehoord met de 100 jongeren. Want het waren 100 jongeren die dus op de foto zijn gegaan. Die we hebben al geplaatst op één poster. En die heeft de wethouder ontvangen. En daarbij heeft hij gezegd, ik ga me keihard maken voor betaalbare woningen. En ik ga zorgen dat een percentage beschikbaar is voor jongeren uit de wijk. Ja, ik heb het gehoord. Iedereen heeft het volgens mij gehoord. De meerderheid van de raad heeft dit gesteund. Ja, dat is volgens mij een hele heldere opdracht voor de wethouder. Nou is altijd overigens de vraag, wat kan een wethouder realiseren? Want je hebt een particuliere ontwikkelaar, je bent als gemeente niet de baas over een ontwikkelaar, bij corporaties ligt dat wel anders. Hoe had een wethouder dat kunnen afdoen? Nou, het is vrij gebruikelijk dat je het vastlegt in een contract. Volgens mij hoeft niemand hier uit te leggen wat je doet met een contract, daar leg je afspraken in vast. Ik denk dat het heel logisch is, als je zeker met dit soort belangrijke afspraken, zo'n goede locatie in de stad, en zeker als je echt wil dat er betaalbare huurwoningen komen, dat er een contract komt en dat je dat erin zet. En dat hebben wij, Rivki en ik zijn bij de heer Veldhuis op gesprek geweest. En toen zei hij, ja, maar Rivki en Giselle, als ik alles moest vastleggen wat ik hier in dit stadhuis bespreek. Oh. En toen dacht ik, kom op, ik vraag niet of je wil vastleggen dat jij 3 koffie per uur drinkt. Ik vraag of je wil vastleggen wat je toezegt. Volgens mij is dat een hele logische stap. Ja. Als je nou kijkt, jullie hebben als raad wel vastgelegd, en ik weet niet waar de betekenis daarvan is, in het bestemmingsplan staat, niet alleen in de toelichting, want er is een bestemmingsplan veranderd voor de bouw van die woningen staan en er moet goedkope betaalbare woningen komen. Daarom ontwikkelen we dat. Heeft dat enige rechtskracht? Nou, daar hoor ik verschillende geluiden over. Ik ben zelf geen jurist, dus dat kan ik niet uitsluiten. Dat zou moeten blijken.
Maar los van dat het in het bestemmingsplan staat, denk ik dat je als je een contract afsluit met een ontwikkelaar, dat je dat gewoon vastlegt in een contract. En volgens mij, ik kan wel een paar voorbeelden noemen waarin ik had. Waarin ik de wethouder zou adviseren om ook dingen vast te leggen, noem een Hilkman of... Kom op, laat ik godsnaam dingen gaan vastleggen in een contract over dit soort belangrijke afspraken. Ja. Ik snap het gewoon echt niet, hè. Nou snap je het niet, nou mopper je, je hebt vragen gesteld, je hebt nog een keer vragen gesteld, er zijn inmiddels 3 andere fracties hebben ook vragen gesteld. Maar wat voor kansen zijn er om te veranderen dat A, in zoiets wat jongeren dan terecht kunnen, B, zijn er bij wijze van spreken andere plekken waar jongeren tegen een betaalbare huur terechtkomen? Of... Nou, ik ben bang dat voor de Genestadlaan niet vergeven is, dus dat we daar gewoon niks meer aan kunnen doen. Wat ik echt bizar vind, want we hebben echt een harde toezegging gekregen 2 jaar geleden, dat het geregeld zou, of dat hij zich keihard ervoor zou maken. Stuurwold zegt zelf dat dit helemaal niet besproken is, goedkope woningen. Dus in die zin vraag ik mij af, kan het wel ergens anders? Want gaat de wethouder dan nogmaals op goed vertrouwen afspreken? Of gaat het dan wel een keer vastleggen om te zorgen dat het wel daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Even, dat had je vanavond kunnen lezen. In onze krant staat Stuurwold ontkent dat er überhaupt gesproken is goedkope huren. Ik check dat uiteraard. Ik heb alles opgevraagd met de wet openbaarheid van bestuur om inzicht te krijgen in elk gesprek dat gevoerd is. Stuurwold zegt ook tegen mij even het wantrouwen neer te zetten van God, nee, die woningen zijn wel bereikbaar voor mensen met, je moet dat fiscaal bezien, zeggen ze dan iets vaags. Die zijn wel bereikbaar voor iemand met een laag inkomen, dat regelen we wel met die huursubsidie. Dat vind ik allemaal vreemd. Maar het kan zijn dat ook Stuurwold, omdat hij dus ook weer liegt, namelijk... Tuurlijk, maar weet je, kijk... Natuurlijk, maar ik heb ook niet direct iets te maken met Stuurwold. Mijn zaak is dat ik een toezegging heb gekregen als raadslid van een bestuur van de stad om iets te realiseren. En dat is in praktijk niet gerealiseerd. En dat ga ik proberen te onderzoeken. Maar op dit moment zei Bert zowel tegen mij als Rivki in ons gesprek. Het enige wat er nu nog rest is dat ze wel dat huurcontract aangaan van een jaar. En dan het via een huurcommissie gaan bevechten om aan te tonen dat het een te dure huur is voor hetgeen je krijgt. Maar dan zou betekenen dat al deze jongeren wel het risico moeten dragen van 12 maanden €710, exclusief servicekosten en al bijbehorende kosten. Dus dat risico moeten ze dragen, moeten ze ook nog eens die liquiditeit hebben daarvoor. En daarnaast is het ook nog maar de vraag of het wel lukt en moeten ze ook nog eens advocatenkosten gaan betalen. Vervolgens hebben we dus gevraagd aan de wethouder, zou u dan willen meehelpen, juridische begeleiding willen geven aan deze jongeren of in ieder geval daar mee willen denken? Of, en daar was dan niet echt, dat vond hij dan niet echt de taak van de gemeente. Ja. Wat is nou jouw stap wat je nou als raadslid kan? Ja, kraken. Anti-kraken, allebei doen. Ik wilde het agenderen voor de raadsvergadering, de eerstvolgende raadsvergadering, was geen ruimte. Ik wilde het agenderen voor de raadsvergadering daarna. Toen is er besloten dat we eerst maar even moeten wachten tot de antwoorden van de schriftelijke vragen. In de antwoorden van de schriftelijke vragen heb ik verzocht om met spoed te beantwoorden. Nou, dat is niet gebeurd. Dat is niet gelukt. En ondertussen ben ik dus aan het wachten op een reactie van het college hierop. En ben ik nog steeds verbaasd dat je zoiets niet gewoon vastlegt in het contract. Ja. Hoe zit het even? Je legt niet vast een contract, dus dat kan een oorvijg zijn of iets anders zijn. Ja, maar daar help je het niet, hè? Daar help je het niet. Nee, en ik dacht dus dat ik ze wel had geholpen. Dus ik dacht dat ik mijn werk had gedaan als raadslid, dat ik het in ieder geval toezegging binnen had gehad. En kennelijk ben ik dus een beetje bezig met werk wat niet echt effectief is. Ja, ja. Waar zijn nog andere plekken in de stad waar je terecht kunt voor 400-500 euro als je jong bent? Zijn die er voldoende? Een andere fractie heeft vragen gesteld, daar zijn de 1000 goedkope woningen. Nee, ja, die zijn er niet, Rob. Die zijn er gewoon niet, punt. Dus ik zeg altijd, wethouders zijn passanten, de raad is de baas. Dus wat hebben jullie gedaan als raad? Ik heb volgens mij 2 jaar geleden dus geagendeerd. Ik heb tussendoor nog meerdere malen hierop gehamerd om te kijken waar blijven die goedkopere huurwoningen. Uiteindelijk heb je een controlerende functie naar het bestuur en zitten wij in de oppositie. Heb ik verder niet zoveel te zeggen over, de voorzitter van de SP is hier, hij heeft alles te zeggen over zijn wethouder. Ik zou vooral aan hem willen oproepen. Doe wat. En vraag je wethouder om een keer wat vast te leggen in een contract, blijkt misschien. Wat gaat die wethouder doen? Ja, heeft dit raad. Ik wil eerst even naar de wijkraadsvoorzitter. Die zit toevallig hier ook. Die zit hier niet toevallig. Die zit hier niet toevallig. Rustig. Kijk. Ik zie hem toevallig. Zo zit het in elkaar. Jullie wilden goedkopere woning erbij. Hoe kijk jij hier naar? Nou, ik ben bij een paar gesprekken geweest met de heer. De ontwikkelaar. En daar is
diverse keren gesproken over dat hij zou zorgen dat er voor de jongeren uit de wijk betaalbare woningen zouden komen. En ja goed, die man is een zakenman, hè. Hij kan de onderste grens pakken en de bovenste. En hij denkt, ik pak de bovenste, dat verdien ik meer. Want het, is allemaal, het gaat allemaal om die rotte, om dat rotte geld. Maar die jongen daar, die is wel toegezegd door de politiek. Die meneer, Van der Ven, die heeft een paar dingen mondelijk aan ons toegezegd. En ik ben altijd bij ons, jongens, zet het op papier of neem het op. Want ze draaien het zo op. Ja, want ik heb een aantal verslagen van jullie van de wijkraad gelezen, waar ik na gesprekken met, en dan praten jullie over huren van 400 tot 500 euro. En dan denk ik van, die inmiddelscultuur, die zijn gek, die weten waar het over gaat. Dus jullie kunnen het niet misverstaan hebben wat hij gezegd heeft. Nee, want ik ben pas bij de oorarts geweest en die vond mijn oren uitstekend. En die meneer die heeft gewoon een, ja goed, eigenlijk zou hij ook heel goed in de politiek zijn. Die zegt wat, maar die doet niks. En dat is heel vervelend. En daar is de jongen de dupe van. En een goedkope woning in de Dukenburg, die zoekt hij niet. Het is eigenlijk heel mooi dat hij gewoon in Wilskertin wil blijven wonen. Ja. En daar hoort hij ook thuis. Niet dat hij in andere buurten zou hij het ook goed doen. Hoor. Maar die jongen, dat is een Willemskwartier, die heeft zijn handje daar zitten voor het Willemskwartier. Dan moeten wij als bewoners of mensen, dan moeten wij zeggen van dat moet kunnen. En niet tot het Rijk weer van die doorreizers komen, die daar in die flatjes komen, een jaar, twee jaar, en dan zijn ze ook weg. Ja. Ik loop even naar Hans van Hoven, die werd even net uitgedaagd. Ja, Hans van Hoven heeft in onze krant gezegd van, dit is de laatste keer dat Stuwold in de stad is. Dat klinkt natuurlijk heel erg dapper en vervelend voor Stuwold, maar inmiddels hebben de jongens van Wilskertin dat niks aan. Nou, dat moet nog blijken. Ik ga hier geen toezeggingen doen, maar dat moet nog blijken. Kijk, om te beginnen, even over dat contract. Er worden eigenlijk nooit contracten afgesloten met particuliere verhuurders. Er worden wel afspraken gemaakt. Kijk, in dit geval is bijvoorbeeld gezegd, nou, er is een algemene eis dat een woning minimaal 51 vierkante meter moet zijn. En de wethouder heeft gezegd, nou, ik ben wel bereid om die 51 meter los te laten. Als jullie bereid zijn om die huren tussen de 4 en 500 euro te brengen. Het heeft u wel gezegd, nou, dat gaan we doen. Dat is geen probleem. En dan maak je zo'n afspraak. En dan ga je niet naar de notaris, dan gaat Stuwold dat doen. En waarom gaat Stuwold dat normaal gesproken doen? Zoals elke ontwikkelaar dat normaal gesproken doet. Dat is namelijk dat ze twee maanden later weer aan het bureau van de wethouder staan. Bouwers zijn dus normaal gesproken betrouwbaar als je dat soort afspraken maakt. Maar Stuwold is niet betrouwbaar geweest. En mag ik even een verhaal afmaken? En dus is het eigenlijk heel simpel. Als ze niet betrouwbaar zijn, dan heeft in deze stad niks te zoeken. En het aardige is nou dat ze een stuk grond hebben gekocht aan de Vossenlaan. Daar hebben ze grof geld voor betaald. En als wij nou eens niet gaan meewerken aan de ontwikkeling van het bestemmingsplan daar, zodat Stuwold daar niks kan ontwikkelen. Nou ben ik even... Ja. Ik zoek altijd even terug in het verleden. En ik weet dat de Vossenlaan, dat de mensen daar heel lang bezwaar gemaakt hebben. Weet je dat die mensen in 2015 gewaarschuwd hebben voor dat, staat schriftelijk op papier, wat nu aan de Genestetlaan gebeurt. Namelijk, die zeiden, we hebben zoveel contact gehad, Stuwold gaat de huren zo brengen dat ze onbereikbaar worden. Precies dat wat hier gebeurd is. Je kunt het opzoeken. En ik denk altijd, je hebt een bad en je ambtenaren, hoe actief zijn die? Ik weet daar niks van, wat mensen dat gezegd hebben. Maar goed, ik heb dat gemist, dat kan bij mij liggen, want blijkbaar weet jij het wel. Maar het is eigenlijk in die zin vrij simpel. Wij gaan nou tegen Stuwold zeggen, je kan in de stad hier niet bouwen en op de Vossenlaan het project kun je op je buik schrijven. Die grond is wel al gekocht. En dan kun je alleen niet op je buik schrijven als die huren omlaag gaan. Dus dat is onze onderhandelingspositie is nu om te zeggen, Stuwold, je kan niks doen in deze stad totdat de huren 20% omlaag gaan. Ik weet niet of ze daarop in zullen haken of niet. Kan ik hier op voorhand zien. Het kan ook dat ze naar de rechter gaan en gaan zeggen, de gemeenteraad die behandelt ons onterecht. Nou ja, goed, dat moeten ze dan maar doen. Maar ik ga nog niet zwichten voor gasten die hier toe belazen. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, we moeten het nog even afwachten. Ik hoop dat in ieder geval een meerderheid van de raad ervoor is om Stuwold op de zwarte lijst te zetten. En onder andere het project in de Vossenlaan niet door te laten gaan. En dat we daarmee uiteindelijk nog de breekijzer hebben om in het Wilskwartier de huur omlaag te krijgen. Even een vraag erbij. Stuwold heeft, jij zegt het ook, er is gesproken, de huren of de woningen worden kleiner van 51. Nou, daar hebben we toestemming voor gegeven, er zijn afspraken gemaakt. Ja. Als ik afspraken maak, die worden niet nagekomen, dan zet ik er zeker als gemeente toch een batterij ambtenaren en juristen op om even helder te maken. We hebben een afspraak en die hoort u na te komen. En ik heb nog niet gehoord, ik heb de afgelopen week de 5 keer gesproken met mensen van Stuwold.
ze lachen op de gemeente. Nou, het lachen zal ze nog wel vergaan als we op de Voslaag in steen in de grond kunnen leggen. Maar mijn vraag is, zou je niet een wat, als er afspraken zijn gemaakt over de kinestetra, zou je dan niet een batterij ambtenaren opzetten om dat aan te vechten? Ja, dat kun je wel aanvechten, maar er staat niks op papier. Maar er staat nooit wat op papier. Nee, ik heb voor de duidelijkheid niet, en het is niet alleen bestuurwil, er staat nooit wat op papier als er dit soort afspraken worden gemaakt. Ten eerste wordt het overgrote deel van de afspraken over betaalbare huisvesting wordt gemaakt met woningcorporaties, want dat speelt hier ook. Woningcorporaties weigeren om op deze plek te gaan ontwikkelen. En feitelijk zou de woningcorporatie betaalbare woningen voor de wijk moeten realiseren. En dat is hier niet gebeurd. Vervolgens ga je door naar een projectontwikkelaar. En eigenlijk is het heel raar dat wij bij een projectontwikkelaar de hand moeten ophouden om te vragen om betaalbare woningen. Want als wij dat hadden gevraagd, kijk, als u wilt had gezegd, we beginnen we niet aan. Dan hadden we geen poten op te staan als u gewoon de dure woningen hier gezet. Maar het is gevraagd en ze hebben het toegezegd. En volgens als toezeggen, dan kan je er ook vanuit dat het gerealiseerd wordt. Als ik iets toezeg, dan staat er toch eens op papier waar ik oorlog om zou maken. Zou ik... Het aantal ambtenaren is het afgelopen jaar verminderd in de gemeente Nijmegen. Nu ik jou zo hoor, zet er nog een paar honderd bij, zodat er iets op papier gezet kan worden. Maar dat terzijde. Jij hoort zijn verhaal, het debat in de raad gaat door. Ja, absoluut. Ik heb er zin in als ik dit hoor, om het debat in de raad voor te zetten. Ik denk allereerst, kijk, een contract gaat niet alleen via notaris. Hè. Je zet dus een afspraak gemaakt, je zet dat dan op zijn minst op papier. Hè. Ik heb het niet over een samenlevingscontract dat via de notaris moet. Je zet iets op papier, wat jij zegt, je maakt afspraken, dan zeg je dat op papier, zodat er geen onduidelijkheden over bestaan. Volgens mij is dat een hele normale gang van zaken en wordt dat ook heel vaak gedaan. Ik vind het echt heel mooi om te horen dat Hans er zo stevig in staat naar de Vossenlaan toe. Dus ik denk inderdaad dat dat een mooi pressiemiddel is. Dus ik hoop dat we het op die manier kunnen bevechten en ik hoop daarmee SV aan boord te hebben. Ik zie een columnist die er eerst zijn vinger opsteekt en denkt van, god, wat gebeurt er? En dan iets kwijt. Nou, ik wil even ingrijpen, niet als columnist, maar als oud-medewerker van Portaal, want ik heb hier heeft gelijk. De grond aan de Kinestetlaan is in het kader van het contract tussen gemeente en Portaal aangekocht door Portaal en door de gemeente in gezamenlijkheid. En wij hadden als afspraak dat we daar betaalbare woningen zouden realiseren. Daar moesten we ook nog een stuk grond van NS bij hebben, maar de grond van de Kinestetlaan en waar ook het busstation lag, wie weet dat nog, van de Zuidoosten, is lang eigendom van Portaal en gemeente geweest, als voorvoegsel van het contract. Wij kregen geen betaalbaar plan van de grond weggetild, omdat het stedenbouwkundig lastig was, nog niet te hoog, nog niet te breed enzovoorts. Toen is er met wederzijds goedvinden van Portaal en gemeente, heeft de gemeente Nijmegen het deel van Portaal teruggekocht en hebben het uit het contract gehaald. En de gemeente was toen vrij om te doen en te laten met de grond van Portaal wat ze wilden doen. En de rest is geschiedenis. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ik ga even Irene van Zetten erbij halen van de huurteams. Kom maar even. Want we komen nu op een hele lastige discussie uit. Ik wil het even van jou weten. We hebben deze kwestie, maar hoe komen nou jongeren aan betaalbare woningen? Wat moet daarvoor gebeuren? Dat wil ik even horen. Nou, volgens mij moeten we dan dus afspreken dat we de grondprijzen gaan verlagen om betaalbare woningen beschikbaar te stellen. Niet alleen in de Waalvoet en de Waalsprong, maar juist ook in de bestaande stad, waar de jongeren willen wonen. Juist zorgen dat er een goede spreiding is door alle wijken en kijken in bestaande gebouwen. Er zijn heel veel leegstaande grote gebouwen. Kijk hoe je dat op een goede manier kunt transformeren in betaalbare woningen voor jongeren. En dat wordt al heel vaak gezegd. Ik ben 3,5 jaar raadslid nu. Ik hoor het al 3,5 jaar dat de goede ideeën zijn. Maar ik zie nog weinig op papier, maar dat hoeft kennelijk niet. Ik zie nog weinig in de praktijk en daar baal ik gewoon van. En nog heel even wat ik nog wel even wil zeggen, Google Stuurwold en je krijgt de eerste 5 pagina's van Google zijn negatieve verhalen over Stuurwold. Volgens mij, als je met een ontwikkelaar in zee gaat, ga je op zijn minst even googlen om te kijken wat de ervaringen zijn met die organisatie of die ontwikkelaar in andere steden. Dat lijkt me het minst wat je doet en als je dan leest dat er negatieve ervaringen zijn in andere steden, nou, dan zal ik op zijn minst misschien een uitzondering maken om het toch maar even op papier te zetten. Goed, op papier zetten. Irene van Zetten haal ik even erbij. Irene van Zetten is directeur van de Stichting Huurteams. De Stichting Huurteams die helpt huurders bij problemen als het gaat om de huurprijs, servicekosten, bemiddelingskosten, onderhoud, etc. Al heel lang actief. Hebben wij allemaal gelukkige huurders in de stad als het gaat om de huurprijs en zo? Nee.
Nee, de meeste mensen die bij ons komen met problemen over een huurprijs hebben ook een te hoge huur. En vorig jaar heeft dat voor de mensen voor wie wij de huur hebben weten te verlagen, gemiddeld geresulteerd in een besparing van zo'n 56 euro per persoon per maand. En daar zitten uitschieters tussen. Daar zijn mensen bij die een paar tientjes te veel betalen. En er zijn ook mensen die 300 euro per maand te veel betalen. Ja, ja. Die mensen, vroeger waren jullie een organisatie, ik heb een jaarverslag gisteravond nog even zitten lezen, vroeger waren jullie een organisatie die heel sterk gericht was op uw student. Nu zie ik dat bijna de helft eigenlijk ook die andere huurders zijn die bij jullie aankloppen. Ja, klopt. En die huurders die aankloppen, wanneer doen die dat? Want ik merk ook dat niet iedereen het durft. Nee, dat klopt, dat merken wij ook. Dat is... Een deel is dat eigenlijk de reden van ons bestaan, want lang niet iedereen durft naar zijn verhuurder te gaan en te zeggen, hey, dit klopt niet. Het huurrecht en de huurcommissie worden geacht laagdrempelig te zijn. Een lage drempel is nog steeds een drempel en die is voor veel mensen echt nog steeds te hoog. En het huurrecht is er de laatste jaren vooral voor zelfstandige woningen, zoals ook de studio's waar we het nu net over hadden, er helaas niet simpeler op geworden. En dat maakt dat heel veel huurders, wanneer ze toch voorzichtig beginnen te twijfelen en iets zeggen tegen hun verhuurder van nou, ik weet niet of dit wel helemaal klopt. Als die verhuurder dan zegt, ja hoor, dat is allemaal goed en mijn buurman doet het ook, dan is daarmee heel snel de kous af. Terwijl wanneer wij naar het contract en vooral de bedragen daarin kijken, toch wel aardig wat aan de hand is. Dus zijn eigenlijk de mensen waar jullie mee doorgaan? Misschien toch wel een soort doorzetter met iets meer lef. Ja, dat klopt. En dat zijn ook mensen die gebruik maken van onze, wat ik dan maar bliksemafleidingfunctie noem. Wat ik vaak zeg tegen huurders is, mocht jouw verhuurder boos naar jou toe komen, geef ze het nummer van huurteams en ik leg ze wel uit wat er aan de hand is. Want een boze verhuurder die tegen mij zegt en ik zet hem morgen uit, maakt op mij toch iets minder indruk dan op die huurder die net met heel veel moeite zijn kamertje heeft gevonden. Nou ja, dan melden jullie in jullie jaarverslag, het aantal echte intimidaties naar huurders is afgenomen. Dat was een paar jaar geleden, was dat toch in behoorlijk. Dat is afgenomen, maar tegelijkertijd haken tijdens de procedure toch een grote groep huurders af. En dat heeft, en dan constateren jullie zelf toch van, hey, men is toch banger geworden als huurder om echt tegen de huurder te zeggen, dit is de gratis, ik betaal niet meer. Ja, klopt. En dat hoef je niet eens te zeggen. Hè? Je gaat naar de huurcommissie en de huurcommissie stelt vast dat jouw huur lager is. En daarmee loop je dus niet het risico, wat je wel zou doen als je inderdaad zegt, ik hou op met betalen, dat de rechter uiteindelijk zegt, ja, dit is onterecht en u moet de woning uit. Wanneer je dat via de huurcommissie doet, er is een mogelijkheid om beroep voor een verhuurder bij de kantonrechten, maar je loopt niet het risico dat iemand zegt, dit is onterecht en u dient u te vertrekken. Ja. Nou las ik wel ergens dat de wet in die zin veranderd was dat een verhuurder wel een contract tussentijds kan opzetten. Niet tussentijds, alleen aan het eind van het contract. Tijdelijke contracten in het huurrecht waren eigenlijk geen tijdelijke contracten. Waren contracten waarin je zei, het eerste jaar zeggen wij geen van beiden op. En daarna heb je automatisch een contract voor onbepaalde tijd. En dat is veranderd. Het is nu zo dat je na de eerste looptijd van een contract zeggen een jaar, kan de verhuurder zeggen, jouw contract houdt op. En daar hoef je geen goede reden voor te hebben. Een reden als iemand heeft zijn huur met 200 euro per maand verlaagd gedurende dat jaar, draagt er vaak wel aan bij. Ja. Duurt het 6 maanden toch, voordat ze eruit moeten doen? Of hoe lang heeft diegene dan eruit gedaan? Diegene die heeft, er is een opzegtermijn. En dat is nog steeds 3 maanden. Voor de huurder is de opzegtermijn gewoon een maand. Ja. Wat ik belde je de afgelopen weken een paar keer naar aanleiding van Stuart. Wat mij bijgebleven is, wat ik verbijsterend vond. Toen dacht ik, god, jullie moeten als een gek moeten jullie naar die Nijmeegse Kamerleden gaan die nu in Den Haag zitten. Dat is nog meer dan ooit. Ik ga naar de huurcommissie met jullie. Ik win. De huurprijs wordt bepaald. Hij is 100 euro te laag. Te hoog. De huur wordt verlaagd. Rob Jaspers vertrekt uit dat appartement. En mijn dochter kruipt erin
en de verhuurder doet de prijs weer omhoog en die moet dan weer de hele procedure opnieuw doen. En ik begreep dat jullie ook van dit soort gevallen hebben waar jullie soms al 3 keer voor hetzelfde appartement de huurprijs moeten bevechten. Dan denk ik, dit vind ik verbijsterend. Ja, dat klopt. Ik zet dan meestal bij het commentaar, bij het indienen van de zaak, zie zaaknummer deze van vorig jaar, het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Is er nog nooit een... We hebben 3 Nijmeegse Kamerleden nu, ja, die zou echt als... Ja, jij had ook Kamerlid kunnen worden, maar had je het beter moeten doen? Net niet. Het scheelt het zo dicht plekje geloof ik, hè? Maar ja, kan gebeuren. Maar ik vind het verbijsterend dat dat kan. Is dat nooit aan de orde gesteld? Dat je de huurprijs niet voor een studio vaststelt, maar dat het gekoppeld is aan een persoon? Dat begrijp ik niet. Ik ben het er niet mee eens, maar ik ben jurist, dus ik begrijp het wel. De reden waarom het zo werkt is dat huur privaatrecht is. En je zit met een contract. Dus een contract wordt afgesloten tussen 2 personen. Als een van die 2 personen vertrekt, houdt dat contract op. Ja, maar dan ben ik heel simpel. Dan ben ik van God, je stelt de huurprijs vast op basis, niet van op basis van die persoon, maar die kamer en die keuken is zo groot. En hij woont daar en daar, en daarom krijg je die punten en is het die huurprijs. En dat heeft niets te maken met de persoon die er woont, denk ik dan. Nee, klopt. Wat ik denk is dat er gewoon heel goed nagedacht moet worden over wie iets mag verhuren en wat je daarvan moet weten voordat je dat doet. Want het lastige van ook onze praktijk is dat we hebben te maken met partijen die weten wat ze doen. Die met opzet gewoon zoveel mogelijk huur vragen en het ook voor lief nemen dat ze een paar keer door ons gepakt worden. Dat kan gewoon uit namelijk. En, jullie hebben bijna, als jullie een verhuurder zien, dan herkennen jullie dit woord het zaak. Bij een aantal wel. Ik zou bijna zeggen, een zwarte lijst zou je moeten discussiëren. Sommige gemeenten, in Groningen heb je dat. In Groningen heb je een zwarte lijst van verkeerde verhuurders. Ja, ze hebben ze inderdaad lijst. Pak zo'n microfoon. Ja, sorry. In Groningen, sorry, politiek, hè. Ja. Spreektijd, zeg Bruls. Nee, maar in Groningen, in sommige steden heb je dat dus. Heb je inderdaad een zwarte lijst. Die krijgen gewoon geen vergunningen meer om een nieuwe voor verkamering of zo. Dus dat het bestaat, en volgens mij is het ook wel eens ter sprake geweest, toch Hans? Ja, het geheugen van de raad. Ja. Ja. Dus jullie gaan dat ook weer in Nijmegen doen? Ja, ik was daar eerlijk voor, maar volgens mij, ik weet niet waarom het uiteindelijk geworden is. Gewoon nog een keer doen. Het is ter sprake geweest. Er is ook sprake van geweest dat Huurteams Nijmegen die lijst op zou stellen, zelfs. We zijn daar over in gesprek met de gemeente, moet ik zeggen. En dan, wij wachten op het een en ander. We zetten wel op papieren. Uiteraard, wij zijn juristen. En vragen papier terug, hè? Uiteraard, wij zijn juristen. Kijk, waar zitten nou de grootste problemen? Je hebt de huurprijs, je hebt servicekosten, je hebt bemiddelingskosten, je hebt misschien voorschietkosten. Waar zitten nou de problemen waar jullie vooral tegenaan lopen? Kwantitatief is het de huurprijs. Waar wij ontzettend veel tijd aan kwijt zijn, zijn onderhoudszaken. Omdat dat typisch een gebied is waarin de huurcommissie eigenlijk geen oplossing kan bieden. Wat de huurcommissie in zo'n zaak alleen kan doen, is zeggen, jij krijgt een tijdelijke huurverlaging totdat het opgelost is. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar als jij een beschimmelde badkamer hebt, dan wordt dat door de huurverlaging niet opgelost. En ja, daarom zijn wij in dat soort zaken ontzettend veel tijd kwijt om met verhuurders te onderhandelen over wanneer ga je dit oplossen en hoe ga je dit doen. En zo'n stok achter de deur van de huurcommissie is dan prettig, maar ja, als je daar uiteindelijk aan toe komt, is dat niet de echte oplossing. Even naar die zaak van de stuwhulp, hè. Een kamer, 28 vierkante meter, €710. Zonder wasmachine. Zonder wasmachine. Ik zit te denken, kun je dat met de puntentelling ooit uitkomen? Dan moeten er wel ontzettend veel voorzieningen om die kamer heen liggen waarbij ik daar aankom. Maar... Waar moet ik dan aan denken? Sauna, zwembad. Ja, precies. Maar ja, de buurtkwartier ligt er omheen, dus dat is plus zoveel punten, hè? Kijk. Ja,
parkeerplaatsen inderdaad, maar tuinen in het formaat van de film ongeveer, denk ik aan. En ja, dat moet je wel echt heel gek maken en ontzettend luxe afwerken. Ik denk aan marmeren badkamers met bubbelbaden. Ja, die heb ik wel gezien, ja. Ja, ik heb de appartementen niet gezien, dus de zekere uitspraken kan ik niet doen. Maar het klinkt als ontzettend veel voor ontzettend weinig. Ja, maar dat betekent, stel dat iemand zegt van God, hey, ik stap erin en ik ga vervolgens bij jullie aanlopen. Hij moet eerst tekenen voor die huur, hij moet gaan betalen en... En dan? En dan gaan wij binnen 6 maanden naar de huurcommissie. Je moet het wel inderdaad betalen totdat de huurcommissie uitspraak heeft gedaan, maar als je er binnen 6 maanden bent, gaat de huurverlaging wel in met terugwerkende kracht per ingang van het contract. Is mijn volgende vraag, hoeveel ervaring hebben jullie dat vervolgens dan die verhuur of de teveel betaalde huur terugbetaald? We hebben daar wisselende ervaringen mee. Sommige verhuurders doen het wel, sommige doen het niet. Voor mensen die er langer willen blijven wonen, bestaat daar verrekening voor. Dan kan je gewoon zeggen, ik betaal de komende tijd minder huur, omdat ik de afgelopen tijd te veel aan je betaald heb. Dat is het simpelste. Lukt dat niet, dan staan wij ook huurders bij met de kassaprocedures, dus bij de kantonrechter, om dat geld alsnog terug te krijgen. Is natuurlijk ook weer een strijd voor een rechter. Ja. Kost ook weer tijd. Klopt. Dat is verschrikkelijk veel geld. Wat zou je nou die jongens die ingeschreven stonden voor de stuur, wat zou je die willen adviseren? Het enige wat ik ze kan adviseren is, ja, als je het echt wil, volg die route. Alleen het vervelende is, ik kan geen garanties geven. Ik kan niet zeggen, het lukt en je huur wordt zo laag. Je kan niet op basis, er is een puntentelling, hè? Je kijkt de kamer, hoe de omgeving eruit ziet, je kunt niet op basis van bouwtekeningen tot een soort puntentelling komen? Op basis van bouwtekeningen is dat erg lastig. Eén, omdat bouwtekeningen vaak niet helemaal overeenkomen met de daadwerkelijke oppervlakte van appartementen. Bouwvakkers schrobbelen wel eens wat. Ja, laten we het daarop houden. Maar niet alles wat op een bouwtekening staat, wordt op dezelfde manier meegerekend in het doelsysteem. Daar is heel lang en diep over nagedacht en iets ontzettend ingewikkelds uitgekomen. Maar ja, je kan ook niet kijken naar wat het bijvoorbeeld over de wasmachines die niet bij huurders zelf in het appartement staan, begreep ik? Je moet voor 50 euro tot 15 moet je per maand moet je betalen en dan mag je onbeperkt wassen. Er is een gezamenlijke wasseret. Maar nou ja, dat soort voorzieningen, die kan ik dus niet zien op een bouwtekening. Dus dat zijn dingen die komen er nog bij, et cetera. Ik kan wel een educated guess maken. Ik kan wel zeggen, nou ja, het is tussen de 150 en de 250 euro te veel. En de helft van die twee het dan is, dan moet een procedure en een exacte meting uitwijzen. Alleen het probleem is, je kan er niks aan doen totdat je die overeenkomst hebt getekend. Want de uitspraak van de huurcommissie is een aanpassing van een overeenkomst. Je kan geen overeenkomst aanpassen als die er niet is. Ja. Dus wordt het ook wel lastig. Ik heb zelf geprobeerd door de afgelopen week, ik heb heel wat contact gehad met Stuart, af en toe is mijn hoofd afgehakt. Via de telefoon, dat kan. Ze waren echt heel brutaal. En dan zeggen ze, we gaan de regelingen aanpassen. Maar er is één probleem waar je er nooit achter komt. Zelfs als ze het zouden aanpassen. Zij bepalen uiteindelijk wie daarin komt. Dus je komt er ook nooit achter, als je dat niet echt vastlegt, dat ze inkomensgegevens moeten opleggen. Of dat überhaupt iemand met een laag inkomen binnenkomt. Als ze al de regels aanpassen. Ja, precies. Want als je dat uit wil zoeken, dan heeft men in één keer heel veel aan privacywetgeving, et cetera, et cetera. Daar kom je niet achter. Ja, ja. Dus toch een hele. Hoe schets jij in het Nijmeegse de verhuurrelatie voor jongeren? Huurder, verhuurder, als je naar mij kijkt? Heel moeizaam. En ja, er zijn, wat ik zei, er zijn twee typen verhuurders. Er zijn mensen. Nou, laat ik even zeggen, zoals Stuart, ik weet of ik daarmee genoeg zeg. Maar er zijn ook mensen die een kamer over hebben of een huis kopen voor een pensioen. En dat verhuren en dat ergens wel met goede intenties doen, maar eigenlijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.
En ook dat zijn mensen die inderdaad kijken naar, goh, wat vraagt mijn buurman links van mij, wat vraagt mijn buurman rechts van mij. En daarop een huurprijs bepalen. En dat is niet een huurprijs die, nou ja, is zoals het wettelijke systeem dat heeft vastgesteld. Ze moeten nog ontdekken dat verhuren niet altijd een vrije markt is. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Stichting Huurteams bestaat een aantal jaren. Jullie worden gerund door mensen die jurist zijn, die afgestudeerd zijn, die opleiding doen. Met hoeveel mensen zijn jullie aan de slag? Wij zijn met een bestuur van 3 vrijwilligers. Dat zijn mensen die aan het eind van hun studie zijn. Er zijn 2 medewerkers. Dat ben ik zelf als directeur voor 3 dagen in de week. En dat is mijn collega Dida voor 1,5 dag in de week. Ik zelf ben afgestudeerd jurist, die daar is nog bezig met haar studie. En dat zijn een stuk of 10 juridische adviseurs, die ook vrijwillig bij ons hun werkzaamheden verrichten. En die uit alle lagen van de bevolking in principe komen. Op dit moment is het grootste deel daarvan ook rechtenstudenten. Ja. Corporatiezaken hebben jullie niet? Ja. Ook. Ja, die denk ik al, god, dan kan de gemeente zelfs een profijt geven. Ja, het zijn vooral onderhoudszaken, individuele onderhoudszaken. Ja, ja. Afgelopen week las ik voor ergens volgens mij op Fox News, dat was het blad van de universiteit, of is het blad van de universiteit, dat er ook voor studentenkamers fors te veel buren gevraagd worden. Herken je dat? Ja, absoluut. Juist voor die kleine kamertjes. Het systeem voor studentenkamers is net iets anders dan het systeem voor zelfstandige woningen. Een van de grote verschillen die daarin zit, is dat voor kamers de woonomgeving, die nu in de WOZ-waarde zit voor zelfstandige woningen, wordt daarin niet meegenomen. En wat ik vaak dan van verhuurders terugkrijg, is ja, ik verhuur een kamer in het centrum, die mag dan zeker wel €500 kosten. Anders kon ik hem net zo goed achter Dukenburg op een industrieterrein zetten. En dan moet ik die mensen inderdaad uitleggen dat dat voor de prijs van een zelfstandige woning helemaal niets uitmaakt. Kortom, Stichting Huurteams is nodig en blijft nodig. Met dank, ik rond af, want het is altijd maar kort. Altijd te weinig, maar we blijven jullie volgen. We kloppen zeker bij jullie. Goed. Rifki, succes. En ik wacht ook in de zak in de raad, want ik ben benieuwd of er iets verandert. Met dank in ieder geval. Ja, dankjewel. Anders komt er gewoon weer onze terug voor de eerste woord. Volgens mij alleen goede woningen aan de Waalkade. In ieder geval in de benedenzaal.